Lijkt wel een aardappel. Een oer-Hollandse traditie. Oliebollen bakken. Maar wanneer is de laatste keer dat jij het thuis hebt gedaan? En kunnen we het nog wel? Daar gaan we achter komen. Aan de hand van drie bekende gezichten van Q Music. Kai Merks, Joost Stam en Tom de Graaf. Te gek dat jullie er zijn, heren. Ja, dank. Jullie gaan vandaag oliebollen bakken, maar er zit één addertje onder het gras. Jullie krijgen namelijk geen instructies. En wanneer jullie klaar zijn, hebben we een zeer specialistisch proefpanel klaarstaan die samen 180 jaar ervaring hebben in het eten van oliebollen. Heren, dan rest mij nog één ding te zeggen. Heel veel succes en bedenk goed, poedersuiker kan niet alles redden. Let's go! Go! Oké, het is van bloem, bloem. Wat ben jij voor curry salade al maken, Joe? Even kijken. Oké. Heb je alle ingrediënten heb je gekregen? Dus er zitten geen addertjes onder het gras in de ingrediënten. Bijvoorbeeld dat we dit niet moeten gebruiken. Nou, dat weet ik niet. Gewoon... Lijkt wel mosterd. Je moet gewoon een beetje gaan en een beetje erbij gooien. Snuffje van dit en dat. Komt echt wel goed. Echt. 39,9. Mijn pan heeft kort. Mijn thermometer gaat helemaal kapot van de hitte. Smelt die bij jou? Ja. Oh ja, duurt nog wel even. Moet ik het een beetje masseren anders? Gadverdamme. Het is wel goudbruin hoor. Dit is... Het ziet er goed uit. Oliebollen zijn net mensen, hè? Het zit van binnen. Jullie doen allemaal lekker aan de buitenkant beoordelen. Dat klopt. Hoe deed u dat? Hiermee zo? Goed, heren, gather your oliebollen. Ja. En volg mij, we gaan naar het proefpanel. Kom erbij staan. Jullie zien de strenge blik van onze juryleden, ons proefpanel. Er wordt weinig gelachen aan de overkant. Ja, de jury die blijft stoïcijns voor zich uitkijken. Ja. Ze laten niks los. Joe. Oh nee. Lijkt wel een aardappel. Sorry. Oh. Kai, we gaan door naar jouw ballen. Goed, proefpanel. Hou ons niet langer in spanning. Wie heeft vandaag de allerlekkerste oliebol gebakken? Ja, ik. Yes! Yeah. Gefeliciteerd! Oh, confetti en alles! Confetti en alles! Ja, dankjewel jongens! Bedankt! Bedankt! Hey, gefeliciteerd! Dank! Jij hebt gewoon de allerlekkerste oliebol gebakken! Nou, dit is hem. Wil je hem proeven?